De laatste tijd ben ik echt mega veel squadbusters aan het spelen. Het is gewoon een hartstikke leuk spel. Ja, dat had ik ook niet anders verwacht. Want Supercell, de makers van Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, maken nou eenmaal gewoon goede games. En squadbusters is ook gewoon een goede game. En op dit moment, ja, heb ik bijna de hele edelstenen pest voltooid. Ja, dat is niet normaal. Ik moet nog een paar punten krijgen. En dan heb ik hem helemaal voltooid. Dus dat is wel erg lekker. En we gaan hem natuurlijk ook kopen. Dus dat is nice. De Super Pass. Zo heet hij. En die gaan we kopen. En dan kunnen we al deze rewards hier claimen. Dus dat is wel echt heel erg lekker. En dan ben ik benieuwd of we dan ook nog eventueel nieuwe troep kunnen krijgen. We kunnen ook nog een evolutie doen naar keuze. Dus dat is op zich ook wel nice. Want ik ben natuurlijk aan het kijken of ik al mijn troepen kan evolueren. Oh, Greg, ben ik al vrij ver mee om uiteindelijk nog een evolutie omhoog te krijgen. Dus dat is nice. Ik zie de Hospik kan ik nog evolueren. Daar ben ik voorlopig nog niet bij. Maar in ieder geval, ik ben gewoon lekker bezig. En ik denk dat ik de evolutie gaat doen op een epische troep. Als dat kan natuurlijk. Want die zijn het moeilijkst om te krijgen. Net zelfs als boogschutterskoningin. Die krijgen gewoon niet zo vaak. Dus ik denk qua waarde kan ik die het beste inzetten. Maar in ieder geval, we moeten nog wat potjes doen. Want ik heb nog wat edelstenen nodig. En dan gaan we deze hele pest voltooien. Dus dat is ziek nice. Maar voordat we gaan beginnen met spelen, doe een duimpje omhoog. 2000 likes op deze... ja, squadbusters video zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. En ook in squadbusters kan je mij namelijk promoten. Gebruik de code BOOS. En ja, wordt gewaardeerd. Een klein bedrag van je aankoopbedrag gaat dan naar mij. Namelijk 5%. Is natuurlijk niet zo heel veel. Maar als meerdere mensen dat doen, dan ja, kan ik daardoor wel wat verdienen. En op die manier kan ik natuurlijk leuk gratis video's voor jullie blijven maken. Maar laten we maar beginnen. En ik denk dat ik gewoon meteen begin met de Super Pass. Ja, dat is wel erg nice. Dan hebben we die gewoon meteen te pakken. Oh, edelstenen pass. Ja, dan gaan we die eventjes kopen. Kost 6 euro, maar dan heb je wel mooi wat rewards erbij. In verhouding is dit gewoon een hele goede deal. Dus dat is nice. Natuurlijk gekocht met de code BOOS in Squadbusters. Bemachtig een personage, klassiek en meer. Ja, dat wil ik hebben. Dat wil ik hebben. Hopelijk kunnen we dan een nieuwe personage krijgen. Maar ja, dan moet de aankoop eerst worden voltooid. En die is nu ook voltooid. Super Pass ontgrendeld. Klinkt wel cool, Super Pass. Evolutie? Oh, daar kunnen we inderdaad eentje uitzoeken. Ik doe wel de heks. Dat vind ik echt een chille troep. En het is veel moeilijker om weer epische te krijgen dan zeg maar gewone troepen. Dus dan denk ik dat ik de heks nu kan upgraden. Oh, die heeft gewoon 1 evolutie erbij gekregen. Die had ik net 2, die heb ik dan nu naar 3. Ah, oké, okay, dus op die manier werkt dat. Maar een epische troep is veel moeilijker te krijgen dan een gewone. Dus dan is dit eigenlijk een betere deal. We krijgen nog 20.000 coins. We krijgen 6 gist tickets, dus dat is nice. Nog een keer 10.000 coins erbij. Oh, dat is echt niet normaal. En fusiesleutels, die zijn ook ziek nice. Zometeen laat ik eventjes zien waarom. Oh, we hebben ook nog kistenverdubbelaar voor een half uur tijd. Dus dat betekent dat het kisten dubbel tellen. Dus dat is ook lekker. Epische sleutels. Dus die hebben we er ook bij. En El Tiger hebben we ook nog. Dus dat is ook wel nice. Dus daar hebben we die er ook bij. Die andere kistenverdubbelaar, die laat ik wel eventjes. We krijgen trouwens ook nog emotes erbij. Dus dat is ook wel nice. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Voor Colt en voor de heks hebben we een paar erbij. Oh, je moet blijkbaar in volgorde alles openen. Nou ja, dan gaan we deze ook wel doen, die kistenverdubbelaars. Hebben we hier nog 40.000 coins en hier nog 10.000 coins. En dan kunnen we hier zo meteen nog El Tiger gaan vrijspelen. En als ik die heb vrijgespeeld, dan kan ik El Tiger upgraden. Of dan kan ik die denk ik evolueren. Ik weet niet precies hoe dit zit. Of heb je hem nu 3 keer dat je hem 3 keer in-game kan krijgen? Dat zou ook. Oh, verzamel mega-eenheden en vind ze terug tijdens gevechten. Oké, okay, dus nu kan ik inderdaad 3 keer El Tiger terugvinden tijdens gevechten. Dus dat is wel overpowered. Maar ik heb echt ziek veel coins. Dat is sowieso nice. Maar laten we even wat potjes doen. Want ik heb nu ook een kistenverdubbelaar. Dus het komende uur tellen de kisten dubbel. Dus ik moet er even voor zorgen dat ik zo goed mogelijk speel. En veel kisten ga vrijspelen. Want dan kunnen we natuurlijk ervoor zorgen dat we veel rewards krijgen. We hebben nu mollen en dubbelgangers. Dus dan telt alles dubbel wat we krijgen uit de kisten. Oh nee, dat zeg ik verkeerd. De troepen die je krijgt zijn niet dubbel. Maar je krijgt de hele tijd dezelfde ervoor terug. Dus als ik nu zeg maar voor bijvoorbeeld Shelly ga, krijg ik 2 Shellys.
Dus je krijgt de hele tijd dezelfde troepen op die manier. Dat is het meer. Ik zal hier trouwens die kanon even neerzetten. Even kijken of we die mol kunnen hebben. Zou nice zijn. Ah nee, dat is net niet gelukt. Dat is jammer. Ik moet even snel wat coins zien te verzamelen. Zodat ik snel weer wat troepen kan kopen. En ja, de goblin. Die is nice. Want dan krijg je meteen weer wat coins erbij. Ja, kijk. Dit gaat erg lekker. Dan kan ik meteen eventjes ervoor zorgen dat ik hier weer een troep ga kopen. Als ik weer de goblin kan kiezen, dan ga ik daar meteen weer voor. Want dan krijgen we heel makkelijk heel veel coins. En daardoor kan je de hele tijd door evolueren. Dus dat is wel ziek overpowered. Dat is in deze game mode echt de tip wat jullie ook moeten doen. In het begin de hele tijd voor de goblin gaan. Want dan krijg je de hele tijd snel veel coins erbij. En op die manier kan je de hele tijd nieuwe troepen halen. Ja, dat werkt gewoon super chill. Dus ik zet hem ook meteen hier weer in. Als ik weer de goblin krijg, ja, krijg ik weer. Dus ik heb nu al mega veel troepen. Ik denk in vergelijking met de meeste anderen echt veel meer. Oh, ik krijg weer de goblin. Dus ik kan maar door blijven upgraden. Ja, ik heb nu al zoveel upgrades gedaan. Ah, nu is het feestje voorbij. Dan ga ik nu voor Shelly. Maar misschien dat ik nu weer een goblin kan krijgen. Nee, ik ga nu voor Colt. Maar ik kan nog een keer upgraden. Dus we hebben hier trouwens nog wat coins. Dus ik ga gewoon door met upgraden. Ja, dan hebben we hier weer een goblin. Dus dan krijgen we maar wat coins eruit. Dan kan ik hier weer een om weer die te upgraden. Ik heb zo'n groot leger, jongen. Oké, we kunnen nu nog een keer upgraden. Want ze zijn weer gefuseerd. Dus dan gaat de prijs weer wat naar beneden. Oké, nu is het feestje voorbij. Want het is nu op. Oh, dit was wel gelijk. Oh, we hebben nu trouwens alweer coins. Kan ik weer voor de goblin gaan. En check hoeveel coins je er dan in één keer bij krijgt, jongen. Dat slaat helemaal nergens op. En oké, ik ga nu wel voor de Hog Rider. Maar ik kan in principe al meteen weer upgraden. Dus dan gaan we dat doen. Dan ga ik nu wel voor El Primo. Ah, dat is jammer dat ik net niet nog eentje erbij kan kopen. Maar als ik dus zo meteen weer voor een kobold kan gaan, ga ik dat sowieso doen. Dan heb ik denk ik echt een van de sterkste legers van het game. Van deze game. Dat kan haast niet anders. Oké, nou, we hebben sowieso heel veel primo's. Maar jammer dat we nu geen kobold meer hebben gekregen. Ik zal trouwens hier even mijn kanon neerzetten. Oh joh, dat is wel echt een mega Nita leger trouwens. Ja, die Nita's, die zijn ook overpowered. Maar die heb ik nog niet vrijgespeeld. Dus dat moet ik binnenkort maar even doen. Nee, ik wil nu niet het duel aangaan. Ik ga wel eventjes gewoon mollen killen. Ik zie jullie zo meteen wel als we iets verder zijn. Oké, ik heb nu de heks. Dus dat is wel overpowered. Dan komen er echt mega veel van die mini-skeletten eruit. Ja, dat is wel echt ziek nice. Ik kan trouwens best wel wat mollen slopen hier zo. Ja, dat is ook lekker. Oké, ik wil hier even wat edelstenen hebben. Dus dat is ook fijn meegenomen. Ik sta trouwens ondertussen vierde. Ja, hier is nog, of zijn ook nog heksen. Oh, nice. Heb ik daar wel mooi wat edelstenen van kunnen jatten. Dus dat is lekker. Oh, ik moet trouwens niet het duel aangaan van dichtbij. Oh, hier heb je wat schoenen. Dus dat is wel lekker. Ik wil even hier wat kopen. Oké, dat is niet helemaal goed gegaan. Ik heb wel wat coins weten te jatten. Dus dat is lekker. Oké, hier heb ik een nieuwe troep. Nou, dan ga ik wel weer voor de ex. Dan heb ik die gewoon weer lekker erbij. Ik wil eigenlijk even kijken of ik die megabol hier de boel kan jatten. Oh, no, net te laat. Anders had ik nog allemaal edelstenen daar kunnen krijgen. Al met al, hoeveelste ben ik geworden? Uiteindelijk ben ik vierde gebleven. Oh, die nummer drie plek. Dat was maar één verschil. Nou, we hebben in ieder geval twee kisten. Dus dat is lekker. En we krijgen mooi wat edelstenen erbij. En die heb ik natuurlijk nodig om de superpass te kunnen voltooien. Maar als het goed is, krijgen we dus nu twee kisten die ik kan openen. Dus dat is wel lekker. Of telt het keer 2 gewoon? Oh, dat is het. Je krijgt wel 1 kist, maar die telt keer 2. Nu hebben we dus best wel wat van Colt gekregen. En die kan ik dus nu weer evolueren. Dus dat is wel erg lekker. Ja, dat is zeker lekker. Laten we nog even doorgaan, want we willen natuurlijk die hele superpass voltooien. Dus ik moet er even voor zorgen dat we nog een paar potjes spelen, zodat we nog wat edelstenen krijgen. En hopelijk kunnen we dan nu wel eventjes winnen. Nou, we zijn ondertussen in de laatste minuut van het volgende potje. Deze tegenstander kan ik hier denk ik wel killen. Of ik kan in ieder geval wat edelstenen jatten, dus dat is ook chill. Ik wil even... Oh, kan ik hem nu helemaal pakken trouwens? Ja, ik heb hem verslagen. Oké, dat is heel erg fijn. Ik kan hier even een kanon neerzetten. Dat is altijd handig om erbij te hebben. Ik wil eigenlijk alleen even wat levens erbij krijgen. Dat zou ook fijn zijn. Ik kan trouwens sowieso hier deze even pakken. Dan doe ik nog wel een barbarenkoning erbij. Ah, tot nu toe gaan we goed. Ik weet alleen niet of ik eerst ze nog kan gaan worden. Ik zal hier nog even een kanon neerzetten. Dan heb ik hier mooi wat kanonnen staan. Ik ga nog wel even voor een koning. En oeh, ik zag dat hier redelijk wat stond. Oké, ja, die is goed. Oké, dit is chill. Dit is de nummer 1, dus daar wil ik eigenlijk wel het duel mee aangaan. En dat betekent dat ik nu eerst sta hier zo. Ik ga wel even voor Hospik. Dan krijg ik nog wat levens erbij. En ik zal gewoon even bommen gaan gooien.
Gewoon zoveel mogelijk spullen pakken hier zo. En hier nog even een bom erbij. En ben ik eerste geworden? Volgens mij wel, dus dat is lekker. En spanning, sensatie. Oh no. Uiteindelijk ben ik nog net ingehaald. We zijn uiteindelijk tweede geworden. Dus dat is jammer. Maar ja, we hebben wel weer een kist die we kunnen openen. En in totaal heb ik 6 upgrade mogelijkheden. Dus dat is wel lekker. En het telt dus weer dubbel. Ah, en dan krijgen we gewoon een kist. En die is een super grote. Dus dat is wel een beetje jammer. We krijgen Bo, maar ik krijg het wel keer 2. Dus ik krijg 8 keer Bo. Dus dat is wel lekker. Ik zal hier die claimen. Oh ja, trouwens, bij beginnersuitdaging heb ik ook nog deze zeldzame kist die ik kan claimen. Dus dat is ook lekker. Telt deze dan ook dubbel? Dat vraag ik me dan af. Nee, die telt niet dubbel. Maar we krijgen de hospik, krijgen we nog. En ik kan Bo evolueren. Dus dat is lekker. En de hospik kan ik ook evolueren. Dus dat is ook fijn meegenomen. Ja, we gaan echt als een jekko, jongen. Heb ik de edelstenen pest al voltooid? Ik heb hem voltooid! Dus dat betekent dat we El Tiger nu meerdere malen kunnen vinden in een game. Echt best wel veel. Want volgens mij heb ik daar nu echt... Even kijken... Ja, 12 keer heb ik de El Tiger. Dus ik kan 12 keer kan ik El Tiger vinden. Voltooi deze om de seizoenspas te starten. Dus we hebben nu de seizoenspas vrijgespeeld. Oh, donders! Oké, dus dit is het seizoenspas en die is nog 30 dagen beschikbaar. Dus hier kan je ook vet voor rewards uitkrijgen. Oké, nice. Ja, dat is zeker nice. Je hebt hier een Kitsune Hex. Dat is een mega-eenheid. Oké, dat is vet. En je hebt heel veel andere rewards. Nou, die moeten we dan binnenkort maar een keertje voltooien. Maar laten we nog maar even één potje doen. En dan ga ik even kijken of ik die mega-eenheid kan vinden. Dat zou wel nice zijn. Oh ja, en die fusie moet ik eigenlijk ook even gebruiken. Als je deze sleutel inzet, krijg je een gratis kist met een gefuseerde personage in de game. Dat is mega overpowered. Helemaal in het begin. Oh, hier gaan we even een kill maken. Die kan ik wel hebben. Die is echt totaal niet sterk. En ik ben veel sterker al. Dus hatsee, dat is een mooie kill. Dus dan kunnen we ook weer gratis een troep uitzoeken. Ik ga wel eventjes voor Shelly. We hebben nu een kist. Ik ga nu voor een fusiesleutel. Dus als het goed is, kan ik nu inderdaad gratis 1 fusie kiezen. Dus dan krijg ik er meteen 3. Ik ga wel voor de barbaar. Dus dan hebben we inderdaad meteen een fusiebarbaar erbij. Dat is echt veel te overpowered, jongen. Dat slaat helemaal nergens op. Maar op zich wel nice. Je kan ze natuurlijk kopen met coins. Maar dat vind ik wel een beetje overdreven. Dat is het enige jammere. Op die manier wordt het wel een beetje pay to win. Maar je kan ze ook wel vrij makkelijk zelf vrij spelen. Dus dat is ook wel leuk. Gewoon door te spelen in de pass of zo krijg je ze af en toe ook. Maar ja, jammer dat je ze ook kan kopen voor coins. Ik zal trouwens even die bom weggooien. En dan kan ik hier een kanon neerzetten. Die zet ik hier wel even in het midden neer. Dat is op zich wel nice. Ik ben sterk, jongen. Oké, ik wil niet de troepen verliezen. Dus ik ga toch eventjes hier weg. Ja, dan vind ik toch zonde altijd om troepen te verliezen in het begin van de game. Daar heb ik geen zin in. Oh, en hier krijgen we mooi wat levens erbij. Dus dan heb ik de meeste levens weer terug. Maar ik zie jullie zo meteen wel als we iets verder zijn in deze game. Oké, ik ga nu nog een keer een fusiesleutel doen. Dan heb ik echt een mega sterk leger zo meteen. Dan moet ik trouwens wel even zorgen dat ik eerst naar een kist ga. Hier zo. Dan kan ik weer infuseren. Ik doe wel de heks. Dan is die ook mooi gefuseerd. Donders. Ja, dit slaat helemaal nergens op. Ik heb nu echt een mega sterk leger. Ik blijf nu eventjes in het midden. Want ik moet er nu wel even voor zorgen dat ik wat edelstenen ga verzamelen. Want het is ondertussen al de laatste halve minuut. Ik kan nog een keer voor een heks gaan. Ja, dan kunnen we hier even kijken of we gewoon een aantal edelstenen van anderen kunnen jatten. Dat zou mooi zijn. Als ik gewoon hier in het midden blijf, dan komen ze vanzelf hier naartoe. Ja, en ik kan in principe iedereen wel verslaan, want ik heb echt een mega sterk leger. We staan momenteel ook eerste. Hier kan ik nog mooi heel wat edelstenen bij verzamelen. We kunnen even kijken of we hier misschien nog wat kunnen verslaan. Nog 7 seconden. In principe is het ook niet meer echt nodig. Nee, zeker niet. Oké, dus ik ga ook niet risico's lopen om daar nu nog een duel aan te gaan. Met een beetje pech verlies je dan ook nog allemaal edelstenen. Dus ik dacht, ik ga weg. Maar dan hebben we wel gewoon mooi gewonnen. Eerste zijn we gewonnen geworden. En dat betekent dat we weer 2 kisten mogen openen. Dus dat is wel lekker. Die mega unit niet gevonden. Ik heb hem trouwens tot nu toe nog maar 1 keer gevonden, die mega unit. En dat was op een moment... Toen ik, toen ik heel slecht ging. En toen op het eind had ik bijna geen troepen meer. Toen vond ik hem. Dus blijkbaar als je heel slecht gaat, dan krijg je hem, denk ik. We hebben nu in ieder geval een zeldzame box die keer 2 telt. Dus dat is wel lekker. We krijgen een varkensruiter. En die kan ik dan ook nog evolueren. Dus dat is lekker. Oeh, daar zijn we er ook bijna bij. Want die is nu al keer 8. Dus die is ook al bijna geëvolueerd. Ja, we gaan heel lekker. En de edelstenen pass, dan kunnen we een evolutie...
Oh, naar van 3 kunnen we krijgen als we die kopen. Ik denk dat dat leuk is voor een volgende video. Dat komt binnenkort. Oh, we hebben hier trouwens ook nog een beloning. Piñata openen. En wat krijgen we uit deze piñata? Krijgen we nog wat coins. Nou, toch even leuk meegenomen. En nog een aantal sleutels. Oh, en nog wat kisttickets. En nog wisseltokens. Dondes. Oké, de piñatas. Daar krijg je best wel veel rewards uit. Dat valt me niet mee. Of valt me niet tegen, zo moet ik het zeggen. Toch even leuk meegenomen. En we gaan richting die 1 miljoen coins. Hey. Ik kan trouwens in de winkel ook nog wel wat dingen kopen. Want wat ga ik anders met die coins doen? We kunnen de Hog Rider wel kopen keer 20. Want dan kunnen we die bijna door-evalueren, denk ik. Zal ik eens kijken? Even naar de Hog Rider. Ja, die kan ik door-evalueren. Dus dat is nice. Dit wordt mijn eerste geüpgraded troep. En wat hebben we dan? Dan heb ik een supertroep. Dus dit wordt mijn eerste supertroep in Squadbusters. Ziek nice. Had C evolutie te pakken. En deze ziet er trouwens wel nice uit hoor. Dus dat betekent dat wij de Hog Rider nog meer hebben geüpgraded. Dus als ik een Hog Rider krijg in game, dan moet ik die eigenlijk proberen zo snel mogelijk te kiezen en te gebruiken. Want die is als enige troep nu level 3. Dus dat is wel erg nice. Voor de rest heb ik alles level 2. Maar ja, we gaan erg lekker. Ik laat het er nu wel bij voor deze video. En we hebben trouwens ook een nieuwe wereld vrijgespeeld. Oh, we hebben Morten, Spam, Handelaar, Tovenaar, Maaike, Royal Koning, die we nu ook kunnen vrijspelen. En we hebben nieuwe gevecht modifiers. Oh, dat is wat nice. Oh, en hier hebben we ook nog allemaal rewards. Ah, weet je wat? Die ga ik in de volgende video openen. Want dat is ook wel leuk voor een volgende video. Dan laat ik het er voor nu bij. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mee te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!